Yo iedereen, het is hier terug, Tom's Retrocorder, TRC underscore live. En vandaag zijn wij beland bij episode 7 van Pokémon Rood. Dus laten we er gewoon maar in vliegen, nietwaar? Continue. Ik heb zoals goede gewoonte weer een beetje voorbereid. En we hebben onze Nidorino al level 30 gemaakt. Dus hier heb ik voor gewacht totdat we terug gingen recorden. Dus we gaan Nidorino laten evolueren in een Nidoking. Nidoking ziet er echt badass uit, als je het mij vraagt. Voilà. Dus we gaan terug door de rock tunnel, zoals ik had gezegd. Zie je nu waarom dat we flash nodig hadden? Je kunt dat doen zonder, ik weet het, maar... Het is 1000 keer gemakkelijker om dat gewoon zo te doen. Plezant hè, zoveel Pokémon. Daarom skippen we het een beetje. Dit is onze eerste trainer. Pokémon Fight, ready? Let's go! Pokémaniac. Oh, die heeft de Cubone. Cubone is wel cute. Bone Club is ook super effectief. Holy shit. Voilà. Dit was part 1 van de tunnel. Ik ga mijn repels gaan gebruiken. Daar had ik repels voor gekocht. Wat je naar Ripples doet is dat zet u een zoveel stappen gewoon vrij van Pokémon Encounters tegen te komen. Dus dat is wel heel handig. Terug naar Pokémaniac en die heeft een Slowpoke. Ja, Nidoking gaat dood. Laten we Pikachu pakken met Thunderbolt. Dat is super effectief. Ja, ik kan gewoon maar een keer, ik ken een tunnel niet meer van buiten, dus het is voor mij ook terug een beetje wennen. Alles tegen Pikachu, dat is kut, maar kans dat we Swift hebben. Oh, een ding is potion te... Ah, dat gaan we. Ja, sorry ze boys, dan zal het echt gewoon even zo zijn totdat Pikachu dood is. Pokémaniac. Een Charmander. Jee, Pikachu 31. Cubone, daar gaan we wel voor veranderen. We gaan Mew pakken. Want Mew kan Bubble Beam. En dat is super effectief.
Well, that's that, ja, inderdaad, ja. Hij leeft gewoon letterlijk zichzelf laten ontploffen. Ripple's effect weer of. Oké, we hebben er 10. Hit me with your best shot. You want to challenge me? Onyx, nee, we gaan die veranderen. Voor de rest is hier niks of niemand, dus we kunnen gewoon naar het volgende stuk van een tunnel gaan. Hier moeten we niet challengen blijkbaar. Ik heb geen idee waar dat dit ons brengt. Can you beat my power? A Graveler! Dat is voor het eerst. Maar dat maakt niet uit tegen Bubble Beam. Godverdomme. Die gewoon 3 slowpokes, zegt. Een Pidgey! Hier nog de Pidgey hebben is een beetje vreemd, maar oké, het kan. En dit is het einde van Rock Tunnel! Ik weet niet hoeveel juist dat we geskipt hebben, maar dit was alleszins Rock Tunnel. Nog een Pidgey. Mega Punch. Ah, een Pidgeotto. Nog steeds Mega Punch. Hier zit een hidden item. Ripple's Effect War of, dat is niet erg. Ah, is dat nog een trainer? Oké. Okay. We hebben die toch wel onder slowpokes. Oh, Mega Punch disabled, serieus, dan moet ik dan mijn pound doen. Want ja, ik kan moeilijk Bubble Beam tegen een water Pokémon gaan gebruiken. Dat gaat niet helpen. Maar iedereen welkom in Lavender Town. Met de heel scary music.
En hier staat ons rival op ons te wachten. Muse attack mist, serieus. Heeft hij echt een whirlwind gebruikt tegen mij? Critical hit, ja. Execute, hebben wij iets tegen een execute? We hebben een Nidoking met horn attack. Dat geen shit eigenlijk doet. Oh ja, fell asleep. Sorry boys, maar we gaan een beetje fast forwarden nu, want met dat... Dat vind ik zo'n verschrikkelijk... Oh ja, gebruik een potion, ja. Bam. Heeft hij al een Gyarados? Nu al? Wel nog maar level 22, maar toch, hij heeft er al een. Het is niet erg, we hebben een Pikachu dat Thunderbolt kan. Kadabra, laat maar staan. En zijn laatste Pokémon is Charmeleon. Hij heeft nog een Charmeleon, terwijl wij al een Venusaur hebben. We moeten dit stukje toch doen, dus we gaan dat gewoon doen. Is er iets wat Gastly wel effect... Waarom kan hij dat niet doen? Dat is bullshit. Maar dus, dit is de begraafplaats voor alle dode Pokémon. Ik weet niet wat er hier juist op staat, maar... May the souls of the Pokémon rest easy in Pokémon Tower, ja. Lavender Town, the Noble Purple Town. Ik ga eigenlijk Pikachu eerst zetten nu, gewoon om het feit dat hij Thunderbolt kan en dat is best wel goed tegen Ghost Pokémon. Dus voor de rest gaan we gewoon zo ver mogelijk hier door proberen gaan totdat we niet meer kunnen. Je kunt Pokémon tegenkomen nu, maar je kunt ze niet zien eigenlijk. Daar heb je zo'n silscope voor nodig. Dus, Pikachu 32, nice.
Be cursed with me. Oh, toch niet, geen confusion. Oh, man, man, man. Dat betekent dat we terug naar buiten moeten. Ik denk dat ik het er wel tegen kan. It doesn't affect Castling. Razor Leaf gaat blijkbaar wel. Venusaur 33. Nice, nice. We zullen Venusaur eerst zetten nu dat Pikachu fainted is. Ja. Dit is een elixir. HP up gaan we een keer gebruiken. Ga maar gewoon aan Venusaur. Hier kunnen die Pokémon's terug in healen. Ze zouden eventueel wel Pikachu terug eens kunnen zetten. Ik wist niet dat ik een ghost kon encounteren daarin, maar blijkbaar kan het dus. Terug naar ghost. Een nugget, dat is 5000 coins waard, dus dat is wel nice. Good ghosts. Ik wou dat item hebben, dus... Nee, we gaan niet change als dat enkel maar... Sorry dat we een beetje skippen. Ik weet niet wat dit is. Accuracy! Een rare candy, dat is goed, dat stekt toch? En elke keer dat je er nu naartoe wilt gaan, gaat die ghost appearen. Daar hebben we dus een Silp Scope item voor nodig dat we nog niet hebben. Dus dat gaan we in de volgende episode halen. Ik ben blij dat we toch al geraakt zijn door de rocktunnel vandaag. Volgende episode gaat zijn dat we de Celadon City noemt denk ik. De gym badge verslagen. Van de vierde gym trainer. En ja, hopelijk krijgen we dan ook ons Silk Scope. Dat hebben we. Nodig voor hier in de Ghost Tower verder te geraken. Dus allemaal merci om te kijken. Als je het cool vindt, laat zeker een duimpje achter hier op YouTube. En geef me een subscription op mijn channel, beter gezegd. Merci om te kijken en ik zie jullie de volgende aflevering terug. Yo, nog een goeie dag.